oh jee, ik krijg hem niet omhoog. Terwijl de mensen met wie ik straks ga praten, waarschijnlijk met één vinger top ze deze machine helemaal aan de praat krijgen. Daarom ben ik hier vandaag in Fit Factory Gym om te praten met een heel interessant koppel. Ik heet u welkom bij deze nieuwe In Gesprek Met. Ik ga vandaag praten met Marlon en Vanessa Henry, die op 5 november beide een bodybuilding kampioenschap hebben gewonnen. Geweldig. En dat zijn ook collega's van ons bij Telesuur. Dus, u bent benieuwd? Ik ook. En daar zitten ze dan, het kampioenskoppel Marlon en Vanessa. Welkom in gesprek met. Dankjewel, Carla. Thank you. Oké, hoe voelt het aan om kampioen te zijn? Nou, natuurlijk is het een heel prettig gevoel, want daar train je eigenlijk voor al je voorbereidingen, ja, achter de scherm zo. Dat ziet men niet. Het is meer het presentatiegedeelte. En ja, natuurlijk daar is het een voldoening dat je na zo hard werk, om het zo te zeggen, beloond bent geworden. En was dit een droom? Nou, geen droom hoor. Want ik had altijd gezegd van ik ga nooit meedoen. Ik had ook tegen hem gezegd van jij gaat nooit meedoen, hè. Maar kijk nu. Stonden beide op de plank. Want om eerlijk te zijn, toen ik er voor het eerst daarmee confronteerde van hé, hey, mami, wat denk je ervan? Ik denk dat ik nu actief aan wedstrijden ga meedoen om een competitief atleet te worden. Toen zei ze me van, nee, dat was niet de bedoeling. Dan ga je in een slipje voor zoveel publiek en camera. Een slipje moet je voor mij in de camera. In de kamer en niet voor publiek. Dus het was voor mij echt gaan zitten en denken van zo, hoe krijg ik er zo ver? Maar ik heb wel een slimme tactiek toegepast waardoor het toch zo ver gekomen is. Nou, was hij benieuwd? En wat me meest dan verbaasde, is dat ze me later zei van, hé, hey, pa, ik denk dat ik ook mee ga doen hoor. Dus dan zeg ik, hé, hey, job well done. Ja. Maar jij was model vroeger, toch? Ja, ik was wel model vroeger. Maar het is weer anders. Ik schaamde me vroeger ook om bijvoorbeeld in een bikini te lopen. Dus dit was voor mij ook een beetje anders. Om toch met een bikini voor zoveel mensen. Een hele bikini. We hebben bijna alles gezien en het was prachtig overigens. Oké, want we gaan. Maar jij traint al een hele tijd, hè, Mali? Ja, dat klopt. Ik zit al langer dan 7 jaar in de gym. En dat jaar was ik weet niet toen dat van de coronapandemie, toen we daarmee geconfronteerd raakten. Toen maakte ik die shift van, hey, ik wil nu echt een competitive atleet zijn. Dus ik wil meedoen, maar dat kwam er net corona en is alles gecanceld. En toen dacht ik van, oké, ik blijf trainen om me voor te bereiden. En wanneer het zover is, dan ga ik meedoen. Dus dan maken we de sprong. Het is zover. Jullie zijn nu voor die wedstrijddag. Neem de kijkers mee naar de voorbereiding. Want ik heb begrepen dat het wel best zwaar is. Het is vreselijk zwaar om eerlijk te zijn om deze sport te doen. Kijk, er is een gezegde of een takkie, hoe je het wil zeggen. Van als die persoon het kan, kan ik het ook. Maar eerlijk gezegd, hierbij is dat niet zo zwaar van toepassing. Want je moet een mentale discipline hebben om mee te doen. Het eist veel, het erg veel van je gesteldheid ook. En zo dus, ja. Het is wel een zware periode geweest, want als je nu je gaat voorbereiden naar een wedstrijd, hangt van je lichaam af, je moet je lichaam leren kennen. Andere mensen hebben of echt geoefende atleten die al een tijdje meedoen aan zulke competities, hebben misschien 2 maanden nodig of 6 weken om zich voor te bereiden dat hun lichaam zo ready is voor stage, voor een wedstrijd. Maar voor ons is het voor het eerst. Dus je moet je lichaam nog gaan leren kennen en waardoor we iets van 3 maanden om en bij zijn gestart met onze voorbereiding in de sport, zeg maar, je prep, je preparatie naar de wedstrijden toe. Dus is 3 maanden keihard trainen, elke dag trainen, 2 keer in een dag trainen, 's morgens vroeg 5 uur moet je die discipline hebben om op te staan, 5 uur in de ochtend vroeg, je cardio komen doen, naar huis gaan.
is het baden, eten, als je verlof hebt, toch, als je dingen goed gepland hebt, dan is het slapen, goed uitrusten, 4 uur, dan kom je nog weer in de gym je tweede keer voor je tweede sessie. En je voeding die ook, ja, met de dag dat de wedstrijd nadert, wordt de voeding steeds scherper, waardoor je koolhydraten eruit beginnen af te vallen. Dus dan moet je berekenen van, dat maak je ook chagrijnig. Dus binnen het huis was het niet altijd. Twee mensen die honger hebben eigenlijk. Maar het is gelukt, het is ons wel gelukt. In het begin was het wel zwaar hoor. Ga je eerlijk zijn, ga niet jokken. De eerste maand ging ik nog naar de winkel om mijn Shirley te kopen. Op een gegeven moment, je vergeet toch, liet ik gewoon die pakjes van die Shirley in de auto, dus zo doen. Of ik kocht nog bijvoorbeeld mijn chocolade of zo. En dat mag niet, want het is zoet, hè. Okay. Maar, ja. Dan heb ik echt tegen mezelf gezegd van, hey Vanessa, je wil ervoor gaan. Dan moet je echt wel stoppen met dat alles en ervoor gaan. Dus geen zoet? En ook geen zout, of? Nee, je mag wel zout. Okay, maar geen zoet? Geen zoet. Je laatste week, onze laatste week, moesten we dan zout even weglaten. Het is een heel proces. Eigenlijk, om bij je basis te beginnen, zoet houdt vet om niet te verbranden. Dus hoe minder zoet je gebruikt, hoe sneller of hoe beter je verbranding. En als je in zo'n proces bent, wil je natuurlijk een snelle verbranding hebben, waardoor je afblijft van zoet, om slanker te worden. Want in deze sport zegt men niet bij atleet, vaak zijn de collega's aan haar van, je bent mager geworden. Maar wij als atleten zeggen niet van, hé, je bent mager geworden. We zeggen, je bent droger geworden. Want eigenlijk, tegelijkertijd je afvalt, proberen om nog meer spiermassa te bouwen. Dus je wordt niet mager. Iemand die voor gewoon keepfit gaat, wordt mager, maar ook in spiermassa. Dus dat is het verschil bij ons als atleten. Wow. Maar je gelooft het of niet? Ik ben gestopt met zoet. En het afvallen ging gewoon veel sneller. Veel sneller. Oké, mijn laatste week van zout heb ik gewoon gemerkt dat ik gewoon droger werd. Maar stoppen met zoet, dus zo zie je dat zoet echt de boosdoener is. En dat van zout ook is, het is een fase, het is een heel proces, als het ware een soort stappenplan. Zout houdt vocht in je lichaam en in je spieren. En op die avond moet je zo droog zijn dat je eigenlijk overgrootste deel van de vocht uit je lichaam gedreven moet hebben. Waardoor je eigenlijk, dus dat je zweet ontsteekt moet een beetje minim zijn. Zo erg moet het zijn. Want als je je lichaam vocht trekt, dan zie je de definitie van je spieren niet zo geweldig. Want, en dan zie je er ook niet scherper uit. Dus naarmate je dichtbij naar je wedstrijd bent, dan begin je dat ook een beetje dat af te nemen. En men zegt, gebruik dan liever is het Himalayan zout of zeezout. Want dat is zout dat niet echt veel vocht houdt in je spieren. Dus dat is het. Zie je wat die prachtige dingen, ze staan zo op het podium. Yes. En dat maakt dat je ook, want je gebruikt geen zoet. Of je zoet is veel minder en je zout drop ook en dat maakt je ook zwak. Wij gebruiken helemaal geen zoet. Nee, helemaal geen zoet. Ja. Maar je wordt zwak. Je wordt zwak, ja, omdat je lichaam, een menslichaam, je hebt zoet en zout nodig. Maar als je dat begint, af te nemen en ja, je lichaam krijgt dat niet of het bepaalt hoeveelheid niet. 'S morgens als ik soms van mijn bed opstond en ik stond meteen op, slingerde ik even. Ja, zelf in de auto zitten, ik stap uit de auto, ik slingerde even, want je voelt je echt een beetje zwak. En geloof me, Harkala, is niet makkelijk, want je moet bijna elke dag hetzelfde eten. Hè? Elke dag hetzelfde. Dat is echt niet meer, ik weet niet, dat is niet prettig, maar ja. Dat is eerlijk. Ik wil nu geen broccoli zien. Ik wil geen ei zien. Elke dag hetzelfde. Ja toch? Maar later toen je zo met je beker stond, dacht je, hè, hiervoor heb ik het gedaan. Ik ben dezelfde avond ben ik meteen een Burger King. Ik kan me dat maar mee voor. En wat was het gevolg? Na zoveel dagen geen zout, geen zoet en plotseling, bam.
Die avond heb ik nog niets opgemerkt, want we hebben die avond zijn we nog naar, nee, we zijn nog naar Burger King geweest. De volgende dag ben ik barbecue gaan kopen. Ik ben naar de winkel gegaan om mijn Shirley te kopen. En toen begon het. Dikke benen. We zaten beide met opgezwollen benen, vocht, enkels. Mijn enkels waren zo dik. Maar ze hadden ons gewaarschuwd. Ja, van atleten. De eerste keer dus. Ja, atleten, let erop. Je hebt pas een wedstrijd achter de rug. Hou rekening mee, bouw het op je voeding. Ga niet met één erop los. Weet je, want als het, soms is het zo erg dat je in het ziekenhuis kan belanden. Ja. Wow. Ja. Hier is gedrevenheid, hoor ik. Dedication. En dan op het laatst een beetje ongehoorzaamheid. Ja, sowieso, zeg dat maar. Maar het is ons eerste keer geweest, maar ja, je raakt ermee geconfronteerd. En ja, het moet dan lessons learned zijn voor de volgende keer. Dat we zeggen van, hey, nou, we gaan niet direct vol tegenaan, we gaan het gewoon rustig opbouwen. Je hebt natuurlijk mensen die jullie helemaal applauden en zeggen, geweldig. Maar weer andere mensen die zeggen, hey, nee hoor, ze trainen niet, ze gebruiken supplementen om spieropbouw te doen. Wel, Carla, eerlijk gezegd, die supplementen, ik ga een simpel voorbeeld geven. Het is net als fatburners. Ik ken mensen, kennissen, die fatburners gekocht hebben. Denken van, oh, het is een fatburner, ik ga het me laten afvallen. Je kan geen fatburner gebruiken en dat zit je, dat denk je, gaat afvallen. Is net zo met die supplementen. Dus je gaat die supplementen gebruiken, je bent op een niveau waarbij je meedoet aan wedstrijden. Je hebt ze nodig om sneller en een beter resultaat te bereiken. Maar geloof me, je werkt jezelf echt kapot daarvoor. Wil je dat resultaat bereiken? En een ander aspect is, jij zegt je was wel moe om elke keer hetzelfde te eten. Maar het had zijn voordelen. Hè? Want wanneer je zweet heb je geen geur, heb ik begrepen. Ja hoor, dat heb ik wel opgemerkt. Al kwam ik zonder bijvoorbeeld, soms ben je zo moe dat ik zelf vergat om oksels te doen toen ik naar de gym kwam. Aha. En je lichaam verandert helemaal. Ja. Ik had geen geur. En het lijkt alsof je zintuigen wel scherper worden. Ja, ja, ja. Dat en je bepaalde dingen en behalve niet dat, dit is mijn menstruatieperiode. Ik had geen buikpijn meer, geen last van buikpijn meer. Dus je lichaam verandert helemaal. Alles verandert. Alles veranderd. En als ik zo luister, in positieve zin? Ja, in positieve zin, ja. Ja. Zo zie je dat het vaak of veel voorkomt dat het eigenlijk dat ons voeding de boosdoener van bepaalde dingen is. Weet hoe je eet, weet hoe clean je eet, als je zo clean mogelijk kan eten. Weet je, dus ja, dat is maar wat dat ding is daarvan. Het kostenplaatje die daaraan wordt, want voeding is vreselijk duur. Ja. Ja, en als ik hoor broccoli en bronco, dan zie ik die prijzen al. Ja, een pakje tilapia, als ik naar bij de supermarkt ga, een pakje tilapia, tilapia filet hoor, kost iets van 300 zoveel SRD. En een mannelijke atleet in één dag max. Ja, andere meer hangt van persoon, hangt van je lichaam af. Aan eiwitten, andere nuttige 7 maaltijden. Ik hield hem op 4 of 5 maaltijden in een dag. En zo'n pak tilapia is maar voor 2 of 3 maaltijden. En je bent 3 maanden in je voorbereiding bezig. Dat kan je wel begrijpen. Nee, tilapia is nog duur. Gewoon tomaten. Ik moest op een gegeven moment had ik tomaten en komkommer. Ja. Tomaten. En tomaten, 50 SRD van 4 tomaten. En dat zijn de kleine tomaten, dat zijn niet de grote tomaten. Hoeveel tomaten moest je eten? Wat zegt u? Hoeveel moest je eten? Tomaten, ik at misschien 6 tomaten. Wauw. En dacht, ja toch? 6. Ja, zelfs. Ja, veel duur uit, ja. Yeah. Mensen zeggen, goedkoopste bron van eiwitten, ei. Ik bijvoorbeeld zei iets minder, ik ben een mannelijke atleet. Ik at 6 eieren. Ik at 10 eieren. In een dag, ja. En dan moet je berekenen, wat kostte een rek? Hey, het was, op een gegeven moment was het 200 SRD voor een rek. Ja. Dat telt daar binnen hoeveel dagen zo'n rek al op is. Werden jullie gesponsord of moesten jullie dat zelf bekostigen? Eerlijk gezegd, we hebben geen sponsor gezocht, we hebben het helemaal alleen gedaan, weet je. Misschien is dat een beetje een... Men zegt, als je niet vraagt, weet je, daar maak je ook geen kans. Weet je, maar als ik nu volg naar de trend binnen Suriname om sponsor, meestal gaan bedrijven zich aan je koppelen of committeren. Contracten met je aan gaan passen als je een
een bekende naam hebt en of je acteert op een groter niveau, weet je, dan gaat men wel proberen om je te sponsoren. Zo alleen. Startende mensen moeten zich als het ware eerst gaan bewijzen. Ja, natuurlijk. Ja, eerlijk gezegd, we hebben het gedaan, want als je ook kijkt aan wat je uitgeeft en wat je krijgt als je gewonnen hebt, het is, ja, het is niet te doen. Wat is de prijs? 100.000 SRD of zo? Om eerlijk te zijn, ik ga gewoon over mij praten. Ik ben gewoon open, eerlijk. Ik heb als C-klasse kampioen heb ik 3500 SRD gehad. Ja. Maar wat ik heb vernomen van professionals, om het zo te zeggen, of mijn coach Eddie Wils, hij is ook een pro. Hij zegt eigenlijk, Suriname moeten we blij zijn dat de bond of dat men ook prijzen geld bedragen daaraan koppelt. Want in het Caribisch gebied, als je amateur bent, is het gewoon je titel en een plaquette of een trofee. Dus pas als je vorderingen maakt en je steeds overgaat en je nu pro-atleet bent geworden, dan kan je echt gaan verdienen. Wat ben je nu? Ik ben een amateur-atleet gewoon nu. Kampioen in? Kampioen in de C-klasse. Ik heb meegedaan in de bodybuilding, categorie bodybuilding. En in de bodybuilding heb je C-klasse, B-klasse en A-klasse. Omdat je eigenlijk als je als nieuwkomer, om het zo te zeggen, het is een proces, je gaat niet direct in de A-klasse. En je moet, in je klasse moet je ook aan een bepaalde spierdefinitie of symmetrie moet je voldoen. En spieren aanmaken is niet iets van binnen een jaar of binnen 3 maanden worden zo kolossaal als een soupecousé. Het is een proces, dus dan moet je daar starten, want je gaat ook moeten leren poseren. En naarmate je in het vak zit, ga je steeds beter poseren, want dat is ook niet helemaal zuiver. Want dat is eerlijk gezegd, voor mij, als je mij vraagt, je voeding en je poseerlessen zijn het zwaarst. Toen ik leerde poseren, ik dacht altijd, toen ik cameraman bij ATV was, wanneer ik met Marciano Salman sport deed en er waren kampioen, zei ik hem, Marciano, hoor je maar zo moe op het podium. Je staat gewoon op het podium en je wordt moe aan het zweten. Maar nu dat ik atleet ben geworden, heb ik gezien van wanneer die chief judge zegt, relax. Is het geen gewoon relax. Is constant onder spanning vanaf je kuiten, je tenen, je kuiten tot je bovenlijf, alles onder spanning. Ja, en als je leert poseren, ik ben bij Anthony Nekreuy, hij is ook een geweldige atleet. En heeft me leren poseren en heeft me ook gezegd de eerste dag van Mali, eerlijk gezegd, je gaat gedemotiveerd raken en werken. Dus gaandeweg dacht ik van, hij weet waarover hij praat. Ik dacht bij mezelf, Mikado, liever laat ik dit, want als ik in de gym nog zo hard moet gaan werken om te trainen. En nu dit is het zwaar van alles. En bij het passeren krijg je ook nog krampen. Huh. Want je drijft vocht uit je lichaam toch. Vooral en dan bij moet mij. Je magnesium. Ook hoge hakken. Geloof me, die avond had ik ook krampen hoor. Wow. Jawel. Moet je denken, ik had die dag ervoor, we zijn 6 uur gestopt. Ja, met het drinken van water. En 6 uur gestopt met het drinken van. Hoe deden jullie dat? Mensen. En daarna was het gewoon sippen. Oh my god. En je spieren hebben ook vocht nodig, hè? Aha. Ik stond daar achter, ik weet nog. En ik kreeg krampen aan mijn kuiten. Ik ben hier nog een magnesium komen. Ja, want dan moet je magnesiumtabletten innemen om je spieren weer Geloof een beetje me. Te verslapen of kalmeren. Doe je dat met water? Of zonder water? Nee, het was meer koudtabletten waarbij je geen water nodig hebt om hem in te nemen. Ja. Ik was op het podium, je zag me smilen, lachen, alles, maar ik had kramp. Dat zijn de dingen die mensen moeten weten, hè? Want ze denken het is al glimmer en terwijl er heel veel aan vooraf gaat. Je suffert echt, het is zwaar, het is niet makkelijk. Vooral je laatste, het laatste gedeelte, presentatie, is vreselijk zwaar. En vooraf moet je ook veel gaan poseren om ook vocht uit je lichaam te drijven. En datzelfde, het is niet makkelijk. De dag ervoor, mijn trainer ook, toen ik was gaan poseren. Aan het einde van de dag was ik kapot als een dweil. Ja, want je eet ook minder en je gaat, dan moet je steeds drukken onder spanning staan, dus dat maak je kapot. Iets is me bijgebleven wat je in het voorgesprek hebt gezegd, dat je die ochtend wakker werd en je keek naar jezelf en je dacht, wauw,
geloof me, dat is het mooiste van alles van deze sport. Dus die transitie. Dus binnen die 3 maanden zie je er nog opgezwollen uit. Je ziet weinig bloedaders. Je ziet je spieren bijna niet. Je moet veel drukken. Maar gaande de weg in het hele proces, dat begint elke keer wanneer je opstaat. Als je goed deed en je niet cheat, dat begin je te merken. Maar waar het hardst is, zijn echt je 2 laatste weken. En daar is het echt geen grappen maken met je voeding. Is scherp blijven, anders haal je het niet. Want je bent er rust een soort druk op je. Want dan denk je van, hé, ik moet scherp zijn en ik moet droog zijn voor de dag van de kampioenschappen. Dus denk je, ga ik het halen, ga ik het niet halen. Dus, en hoe korter de periode, hoe sneller het proces gaat. Vooral als je wel goed deed. Dus de dag ervoor zag ik er nog. Ik zag er goed uit, maar nog niet zo droog. Maar na het proces van het poseren en aan de kleine trucjes en foefjes met drank en voeding, rode wijn, dit lichaam ook een beetje droog trek, witte wijn. Dus morgen stond ik op en ik stond voor de spiegel, ik maak het lichaam en ik ga kijken naar mijn shape. En toen ik mezelf zag, Carla, hey, geloof het me, ik deed dat als een aap in de kamer. Ik ben opgestaan en ik zei nog tegen oma, Mali, ik maak de oom wakker. Heb je mijn benen gezien? Toen zei, wat is er van? Ik zei, boy, Mali, kijk naar mijn rug. Want dan zeg je van, ik zag deze kotie niet, ik zag deze spinnenplank. Ik zie hier, dat zag ik niet. Dus dat is het mooiste van alles. En geloof me, het is een ontbering als atleet die je moet doorlopen, maar on the end of the day, als je naar jezelf kijkt, het resultaat, dan zeg je, het is zwaar, maar het is toch de moeite waard. En dat geeft je ook een voldoening. Eigenlijk zouden we uren door kunnen gaan, maar dat kan niet. Hoe heeft het gezin jullie ondersteund? Hoe was de reactie van de kinderen? Geloof me. Boy, het was zwaar hoor, want ja, ik moet 5 uur in de ochtend in de gym zijn. Mijn moeder en mijn oma, ze hebben ons veel geholpen. Want de laatste 3 weken had ik die kinderen even bij mijn oma gelaten. Want ik vond het zielig om die kinderen 4:30 wakker te maken. Weet je, dan moet ik ze eerst naar mijn oma brengen en dan naar de gym komen. Dus had ik ze bij mijn oma gelaten. Ik ging na de gym, ik trainde dan 5 uur in de ochtend, deed ik mijn cardio. En dan ging ik naar daar om ze klaar te maken, want dan moeten ze naar school. Dus ja, we hebben het wel goed gemaakt. Ja. We begrepen het wel. Yeah, die oudste. Eerlijk gezegd, die oudste, die kleine ook, maar voor papa, je gaat vandaag goed. Jullie gaan weer naar de gym. Weet je, dus ja. Ze waren bij die oma een van die dagen toen ze bij hun oma bleef, om het zo te zeggen, die 2 laatste weken, belde die oudste me volgens mij 1 of 2 dagen voor de wedstrijd. En ja, het maakte me een beetje emotioneel. Toen denk ik van, niet dat het bewust is, maar voor mij leek het een beetje verwaarloos. Omdat ze hangen de hele dag aan me en dat miste ik later. Toen dacht ik van, na de wedstrijd is het quality time met de family, ja. Dan moeten we het echt goed maken met ze. Maar om eerlijk te zeggen, zijn ze, wat dat betreft, waren ze begripvol, want ze begrepen het ook. Vooral onze oudste. Ik naar mijn oma ging voor die kleine, mama, ik wil naar huis. Maar wanneer mag ik naar huis? Later waren ze natuurlijk apetrots. Ja. Vooral die oudste, je moest dat die avond horen, is mijn vader, is mijn moeder. En echt zo voor wat, ik dacht van oké. Ja, dus zij was echt into dat ding, ja, om het zo te zeggen. Geweldig dat we een beetje de background, de andere kant van het verhaal hebben gehoord. Dus niet dat sportgedeelte, maar gewoon dat sociaal-maatschappelijke, je voeding. En je hele omgeving moet een beetje meewerken. Hè? Ja, sowieso. Gelukkig ook, want die laatste weken wordt het zwaar. Je wordt chagrijnig doordat je voeding steeds aangepast wordt of scherper wordt. Dus je kan dan niet aan het werk en ja, We hebben verlof genomen, dat weten we van is echt full focus op, ja. Is de gym zelf. Dat moet ook, hè, want in het begin werkte ik wel normaal. Je gaat 5 uur in de ochtend naar de gym en daarna moet je naar het werk. Geloof me, Carla, 12 uur. Nee, ja. Ze moeten je hoofd niet moe maken. Je kan dan niets meer doen.
Zelf met ons in huis, als je zo je voorbereiden wordt, je wordt chagrijnig. Soms lopen we elkaar zo langs in het huis, want om de kleinste dingen word je boos. We hebben veel ruzie gemaakt. Want soms heb ik geen energie, dan heb ik misschien gegeten en ik laat mijn bord. Dan komt zij nu en je weet vrouwen aan je oor. Ja Mali, je hebt het weer gelaten en je zit al in een bepaald... Dus precies zo irriteerde alles, maar dat kan je begrijpen. Dan is het echt een clash in dat huis. Maar ja, af en toe ben je bezig, maar soms onbewust word je boos, maar later denk je van, hé, normaal, wat doe ik? Controle, weet je. Je weet, het is het proces, het hoort erbij. Toch dus, maar controle. Ben een beetje rude. Zo doe je weer water in de wijn. En ja, dus dat. Gelukkig dat het helder verstand nog even prevaleerde. Maar een belangrijk ding, Mali. Men gaat ervan uit, wanneer mannen zo trainen, gaat hun libido achteruit en ook dat gaat achteruit. Is dat zo? Om eerlijk te zijn, in deze sport hoor je een heleboel geruchten daarover. Maar wat ik zelf heb ervaren, en mevrouw zit hier, ze kan het beamen als het werkelijk zo is of niet. In geen enkel geval is het zo. Er zijn wel uitzonderingen, maar dat hangt ervan af. Kijk bijvoorbeeld, als man, je hoeft niet mee te doen aan wedstrijden. Een keepfitter als het ware. Je kan een dagje komen in de gym en dan werk je zelf kapot. Vooral een grote en moeilijke spiergroep, je benen. Je bent zo moe, je bent zo kapot dat je geen zin hebt in niets. Als zou je partner bijvoorbeeld zin daarin hebben, je denkt er helemaal niet na. Niets wordt kleiner. Nee, niets wordt kleiner. Wat je wel hebt is, dat leg ik andere collega's ook uit van, daar train je niet. Je heft geen gewichten daarmee op. Wanneer alles rondom je lichaam zo abnormaal groot wordt en daar doe je niks. Dat in verhouding, dat ga je denken, is een beetje psychisch, dat ga je denken van hé, nou dat is klein geworden. Maar dat is niet klein geworden, is hetzelfde gebleven. Maar de rest eromheen is zo groot geworden dat de verhouding niet meer klopt. Maar het is hetzelfde gebleven, dus ze kan het beamen. Nee, ze beaamt het volmondig zeker. Nou, Marlijn en Vanessa, heel hartelijk bedankt voor jullie openheid. Het was een heel leuk gesprek gewoon. En nogmaals gefeliciteerd. En dubbel gefeliciteerd, want terwijl we deze opname maken, is het de jaardag van Vanessa. Wat, is er feest? Nee, geen feest. We zijn nu bezig met de bouw, bijna afronding, dus alle prioriteit gaat daarna. Nee, jullie zijn jong en dynamisch. En wat belangrijk is, jullie hebben drive. Heel hartelijk gefeliciteerd. Nog kort een boodschap aan de jongeren. Ja, natuurlijk zou ik zeggen van, blijf niet zitten. Ik weet dat het moeilijk is, weet je, de gym, alles is duur geworden. Maar je hebt niet eens de gym nodig om alles een uurtje gaan sporten in je omgeving. Gaan een paar rondjes lopen, wandelen of gaan joggen. Maar blijf niet stil, doe aan sport. Ja. Ja, en de jonge meisje? Ja, doe aan sport, geloof me hoor. Vooral dames, ook de heren hoor. Stress voor mij, sport, haalt voor mij stress weg. Als je gestrest bent, ik ga even lopen. Je hoeft niet naar de gym te komen. Wij gingen vroeger naar Nikeri-straat. Maar ook je gezondheid. Te veel zoet, te veel vet. Let daarop. Ga even lopen. Weet je, het is ook goed voor je gezondheid. Dus blijf niet zitten. Dankjewel en nogmaals heel veel succes. En kijkers, dat was dan het heel luchtige gesprek dat ik heb gehad met Marlon en Vanessa Henry. Zij zijn op 5 november kampioen, bodybuilding kampioen geworden, weliswaar in de C-klasse. Dus ze staan nog aan het begin. Maar u heeft gehoord, de drive is er. Dus volgend jaar gaan we ze zeker weer op de planken zien. Wij zijn in het boven Suriname gebied op het Manimi Resort, waar wij zijn uitgenodigd door Tropenbos Suriname. Zij gaan hier in dit resort een roadmap strategische planning hebben voor de Samaka gemeenschap. En om meer hierover te weten wat dit programma precies inhoudt, gaan wij dan praten met de directeur van Tropenbos Suriname, de heer Rudy van Kanten. Daarna praten wij dan met de directeur van Tropenbos International, meneer Joost van Montfort.
en ook nog met de directeur van Tropenbos Columbia, mevrouw Maria Clara. Kijkt u mee. Meneer Vakante, welkom in een gesprek met een heel mooie locatie. Mag ik u alvast complimenteren? Ja, het is een... Kijk, je hebt heel wat mooie locaties aan boven Suriname. Ja. Oké, okay, in mijn intro heb ik aangegeven dat jullie ons hebben uitgenodigd om wat meer informatie te komen halen over een roadmap strategische planning voor de Samaka gemeenschap. Wat houdt dit programma precies in? Tropenbos Suriname is lid van het Tropenbos International Netwerk. En we voeren een programma uit van 2019 tot en met 2023, wat we noemen het Working Landscapes programma. Dat is een programma waar je focust op een boslandschap en je komt met verschillende manieren hoe je op een goede manier met klimaatverandering kan omgaan. Om te beginnen, landschapsbeheer, dat is de manier hoe de mensen van het landschap met het landschap omgaan. Je hebt ook iets wat we noemen climate smart practices. Dat is wat op een goede manier doen van bijvoorbeeld agroforestry of het bos op een goede manier gebruiken. En het laatste noemen we dus klimaatfinanciering. Dus dat ook het geld wat eventueel beschikbaar is met klimaatfinanciering ook beschikbaar is voor het landschap zelf. Ja. Oké, okay, alvorens we verder inzoomen op dit alles, ik denk dat de mensen zich zullen afvragen... Wat is Tropenbos Suriname precies? Wat houdt jullie organisatie precies in? Tropenbos Suriname is een groene NGO. En we houden ons bezig met het bos. En op zo'n manier dat je door verstandig gebruik van het bos kan laten blijven bestaan. En dat de mens er ook wat aan heeft. Want het is zo dat als je overal is de behoefte om geld te verdienen. En wij als Suriname hebben het bos ook nodig om geld te verdienen. En als we het op een goede manier doen, kan het bos dus blijven bestaan. Dat is in het kort ons doel. Heel mooi, heel mooi. En dan gaan we dan verder. Gaat de organisatie Temenimi van start met het programma dat u daarnet opnoemde, wat allemaal de doelen zijn van die strategische planning? Nee, dus het programma loopt al een tijdje. We werken onder andere samen met de vereniging van Samaka gezagdragers. De VSG. En we hebben methoden waarop lokale organisaties, in dit geval de VSG, samen met hun mensen een planning kunnen uitzetten. Dus ze maken een roadmap die, als ze dat volgen, kunnen ze de doelstellingen bereiken van goed beheer van het landschap. En als ik je dat goed begrijp, dan krijgen zij dan wat tools toegereikt. Maar hoe moet deze gemeenschap dan de juiste bestuursmechanismen dan toepassen om dit alles te behouden? Ja, er zijn wat tools om dus goed te kijken waar sta je op dit moment. En dat is ook hoe ziet het leiderschap er op dit moment uit. En waar wil je naartoe en hoe ga je daar komen. Dus het is zo dat als ik het zo een beetje van buiten bekijk, dan moet de VSG zichzelf, om die roadmap te organiseren, moeten ze zichzelf ook versterken. U gaf eerder aan dat dit project al een hele een poosje loopt. Waar zijn jullie precies begonnen en waar gaat het om en bij eindigen, als het mag eindigen? Nee, we zijn begonnen in het boven Suriname gebied. Maar tegelijkertijd heb je verschillende leden van het Tropenbos International netwerk op verschillende continenten. Je hebt van Colombia ook, maar je hebt ook in Ghana en de Democratische Republiek Congo wat behoorlijk lijkt op dit gebied. En dan heb je ook in Indonesië en Vietnam. Maar we hebben nu van Colombia kunnen we veel leren. En daarom hebben we bij deze gelegenheid ook twee mensen uit Colombia laten komen. Zodat we ook van gedachten kunnen wisselen met hun. En iets kunnen meenemen. En hoe zal het traject er dan uitzien dat uitgestippeld zal worden? Ja, het traject is als volgt. We zijn reeds bezig met wat consultaties op de rivier om te kijken, één, te weten dat de dorpen op de hoogte zijn van waar we mee bezig zijn en ook of ze bereid zijn om samen te werken. Want het idee is, je hebt meer dan 60 dorpen in het boven Suriname gebied
En je kan niet met alle 60 tegelijk aan de gang. Dus we maken nu een planning. En dan gaan we kijken of er een 15-tal dorpen geïnteresseerd is om direct mee te werken. En langzamerhand kunnen dan ook de anderen aan boord komen. En uw vraag over het programma zelf. Op dit moment loopt het tot en met 2023. Maar het is meer een ongoing effort. Als je eenmaal bezig bent, moet je zorgen dat je ook door kan gaan. En daarvoor zijn er eventueel een vervolgprogramma. Maar er zijn ook andere manieren om dus fondsen te vergaren. En dat is allemaal in het kader van klimaatverandering. Dus we willen, als het goed is, het boven Suriname gebied is een gebied met een enorme potentie. Je hebt hier nog de Samaka. Die zijn vrij nog bijeen. Ze hebben hun taal, hun cultuur nog vastgehouden. Dus ik denk dat met wat inspanning de Samaka een voorbeeld kunnen zijn voor vele andere delen van Suriname. Als ik zo naar u luister, is dit dat u ook wat extra bewustwording gaat toedienen, maar dat om de gemeenschap wat extra bewustwording bij te brengen voor bijvoorbeeld hun collectieve eigendomstitel te vergroten, neem ik aan? Dat klopt. Dus ook elders in, als we ons naar het continent kijken, overal heb je dus collectieve landrechten, toch? Dus grondrechten. Dat is inderdaad heel belangrijk om je, laten we zeggen, je gebruiken dat te kunnen vasthouden. Maar wat ook belangrijk is, is dat je de jongeren moet interesseren. En in dit programma zijn we ook daarmee bezig, omdat je een aantal Samaka jongeren hebt die een goede scholing hebben genoten, maar vaak is het moeilijk voor hen om terug te komen naar het gebied. En het is een manier als men samenwerkt met de lokale mensen en de geschoolde mensen, dan kan je denk ik heel ver komen. Want dat is mijn volgende vraag, hoe zit het met de taalgap? Want net als hoe je het zegt, we zijn in een Saramakaans gebied en wij van Paramaribo praten merendeels Nederlands en Surinaams en ze zijn niet beide tegelijkertijd machtig. Dus dan werken jullie dan met het kader van dit gebied, om het zo te noemen? Ja, precies. Het kader is eigenlijk de brug tussen de lokale gemeenschap en laten we zeggen dat wat daar buiten is. En als je die twee combineert, kan je heel ver komen. En hoe is Tropoba Suriname hier te Menimi dan ontvangen? Nou, hier zijn we goed ontvangen. Kijk, op dit moment is dit een locatie waar je ongeveer 50 mensen bijeen kan brengen om 3 dagen aan de slag te gaan. En het voordeel als je het op deze plaats doet, dat je zit iets een beetje verwijderd van de dorpen, waardoor je echt kan concentreren op het werk. En u gaf ook eerder aan dat Tropenbos samenwerkt met de VSG. Hoe was hun feedback toen u dit aankaartte dat Tropenbos wilde doen, vooral in dit gebied? Nou, eigenlijk moet u het zien als een samenwerking tussen die Tropenbos heeft met Suriname, met de VSG. Waarbij hebben we gekeken wat zijn onze doelstellingen voor landschapsbeheer. En op de gebieden waar we overeenkomen, werken we dan samen. Dus het voordeel voor de VSG is dat ze hun mensen verder kunnen organiseren, ook trainen, toch, in een methode van landschapsbeheer die bijvoorbeeld ook met succes wordt toegepast in Colombia, waar men iets collectieve grondrechten heeft. Want de gedachte van ons is ook, als je goed kijkt naar Suriname, vroeg of laat zullen we collectieve grondrechten hebben. Maar als je dat eenmaal hebt, is de kunst ook, hoe ga je op een goede manier ermee om? Want je hebt dan rechten, toch? Als in dit geval de Samaka, maar je hebt ook plicht. Als je eenmaal het beheer hebt over een bepaald gebied, moet je ook zorgen dat het op een goede wijze plaatsvindt. En al met al, wat is uw belangrijkste boodschap en advies naar niet alleen de Samaka gemeenschap, maar de Surinaamse samenleving zelf met dit geheel? De belangrijkste boodschap is dat de beste manier om de natuur, en in dit geval om het bos te blijven behouden, is het op een verstandige wijze te doen. En als je het bos op een verstandige wijze wil gebruiken, heb je iedereen nodig. Om te beginnen, de traditie die je hebt, in het, niet alleen voor de Samaka, maar alle inheemse en tribale volkeren, die hebben heel wat kennis
om die kennis te blijven behouden, zijn die collectieve grondrechten nodig. Maar als dat er eenmaal is, zal men alle krachten bundelen om samen te werken, om het op een goede manier te doen. Want als je kijkt naar het bos, kan je het ook op een slechte manier ontwikkelen. En dat willen we niet hebben. Okay. Meneer Vakante, vooralsnog bedankt voor deze informatie. We blijven jullie volgen en succes ermee. Dank u wel. Ja, kijkers, zoals ik aangaf, u hoorde meneer Rudy van Kanten daarnet. Hij was de directeur van Tropenbos Suriname. En wij gaan dan een verder gesprek hebben met de directeur van Tropenbos International, de heer Joost van Montfort. U ook, meneer Montfort, welkom in het programma In Gesprek met. Dankjewel. Helemaal. Dan gaan we het hebben. We hebben gehoord van meneer Rudy van Kanten wat Tropenbos Suriname precies doet. En aangezien de naam bij uw organisatie is Tropenbos International, dan mag u ons vertellen wat de internationale organisatie precies allemaal doet, wat de doelen zijn allemaal. Ja, goed. Dankjewel voor de vraag. Tropenbos is dus, nou ja, de organisatie gaat over Tropenbos, dat had je al gezegd. We zijn een netwerkorganisatie van 6 verschillende organisaties in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië. En het doel voor ons is, zoals ook Rudy zei, van het gaat om het beheer en het behoud van tropisch bos. Want tropisch bos is heel belangrijk voor iedereen. Hè, voor de klimaatregulatie, maar ook waar ons water vandaan komt. Bos is voor alles heel belangrijk, maar het staat ontzettend onder druk wereldwijd. Er wordt heel veel ontbost. En ook hier zien we dat er wordt door ontbossing, er is mijnbouw en ook klimaatverandering zal op lange termijn zijn impact hebben in Suriname als we niets doen. Maar goed, er zijn heel veel oplossingen en hier wordt gewerkt aan die oplossingen. En wat wij graag willen is kijken hoe kunnen we mensen helpen met die lokale oplossingen waar mensen mee bezig zijn. Hoe kunnen we die mensen daarbij helpen zodat dat soort oplossingen zeg maar ook werkelijk helpen daar waar het nodig is. Want we geloven niet zo dat je zeg maar internationaal iets kunt bedenken en dat is een formule die je overal toepast. Dat werkt niet zo. Dus voor ons is het vooral belangrijk om een doel is bosbehoud, beter gebruiken, maar ook de mensen die daarvan afhankelijk zijn daarbij te helpen. Dus dat zijn eigenlijk onze belangrijkste doelen. En dat doen we dus wereldwijd in de landen waar ik zei en we werken ook in andere landen daarmee met partners, maar het is eigenlijk onze rol eigenlijk vooral om het faciliteren van dit soort processen waar we kijken wat gebeurt er nou in zo'n landschap als hier in de Samakka, hoe kunnen we dat helpen, hoe kunnen we kennis brengen om dit soort oplossingen waar hier aan gewerkt wordt te versterken, te verbeteren en iedereen die hiervoor afhankelijk is van de Samakka zelf, de overheid, andere organisaties erbij te betrekken om samen hier dit soort oplossingen werkelijkheid te maken. En hoe lang bestaat Tropenbos International? Precies, want als ik zo naar u luister, dat zegt dat de organisatie wel heel mooi veel ervaring al opgedaan in de verschillende landen die u opnoemde. Ja, Tropenbos bestaat sinds 1986. Dus ooit opgericht in Nederland ten behoeve van tropisch bosbehoud. Maar de organisatie heeft zich over de jaren ontwikkeld. We zijn in andere landen gaan werken, we zijn in meer landen gaan werken. En we zijn van een organisatie die vooral veel onderzoek deed in type bomen en bossen. Het is heel academisch, heel technisch zijn wij opgeschoven naar een organisatie die eigenlijk vooral probeert de mensen te ondersteunen, de oplossingen waar zij mee komen te steunen. En daarbij de kennis die we hebben, die brengen we in en daarmee proberen we te helpen. Dus we zijn niet meer een academische organisatie, maar eigenlijk een hele praktische organisatie geworden over de laatste, laat me even rekenen, 35 jaar, 40 jaar. Tot slot, meneer Van Montfort, wat ziet u graag dat bereikt wordt met dat strategisch roadmap? Die gepland is voor vooral het boven Suriname gebied waar het meeste groen is van Suriname. Nou ja, wat ik graag zou zien, kijk wat je zegt van hier staat het meeste groen, dus dat wil je eigenlijk ook zo goed mogelijk behouden, maar ook zo goed mogelijk gebruiken. Er is genoeg kennis van hoe je dat kunt doen,
Dus kennis is niet het probleem. Het gaat erom dat mensen die kennis toepassen. Dus we moeten mensen helpen om die kennis tot zich te nemen en daarmee aan de slag te gaan. Maar nog belangrijker is dat, wat we noemen de governance, van hoe gaan we dan met z'n allen hier besluiten nemen? Hoe gaan we met z'n allen zorgen dat dit gaat werken? Dat is het belangrijkste. En dat is waar iedereen bij elkaar komt. Dat is waar iedereen een rol te spelen heeft. Hè. Ik zei, onze rol die is om kennis te brengen en om processen te faciliteren. Maar de rol van de mensen hier, de rol van de overheid, is nog belangrijker. Want zij moeten de dingen doen en blijven doen. Hè. Dus voor ons is dat eigenlijk wel het allerbelangrijkste. En deze meeting die gaat eigenlijk vooral over hoe gaan we nou met z'n allen samenwerken. Hoe gaan we met z'n allen beslissingen nemen. En hoe gaan we zorgen dat dit ook over tijd door blijft gaan. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus je kunt allemaal leuke oplossingen bedenken, maar als je niet met z'n allen erachter staat om het te doen en ook echt te implementeren en te blijven doen, dan ben je over 2-3 jaar kun je weer van voren af aan beginnen. U ook, mevrouw Maria Clara. U ook welkom in gesprek met me. Hartelijk dank om dit gesprek met u te mogen voeren. Heel mooi. Ik gaf in mijn intro aan dat u bent van Tropenbos, Colombia. Eén vraag die ik wil stellen. Wat was uw eerste intake toen u aankwam in Suriname? U meewerkte met Tropenbos Suriname zelf. En u zag zelf onze eigen tropen achtertuin, om het zo te noemen. Fantastisch. Ik zie heel veel overeenkomsten met Colombia. Het is niet de eerste keer dat ik hier ben. We hebben natuurlijk al Tropenbos Colombia en Tropenbos Suriname bestaan al heel lang. En we hebben altijd gepoogd om te kijken, zijn de allebei Amazonische landen, om verbindingen te kunnen leggen en van elkaars ervaringen kunnen te leren. Dus het hier zijn en te zien hoeveel dingen overeenkomen en hoeveel dingen er ook weer verschillen. De eigenheid van Suriname is natuurlijk ook heel fantastisch om te mogen zien. Dus het is voor het eerst dat ik hier op deze plek en op deze Suriname rivier zo ver naar binnen mag komen. U gaf aan, u heeft overeenkomsten gemerkt tussen Colombia en Suriname. Wat heeft Tropenbos Colombia allemaal kunnen bereiken waarvan Suriname nog veel van gaat kunnen leren of kan meenemen? Tropenbos Colombia zelf, wij hebben heel veel, een hele lange ervaring met het doen van trainingen met mensen. Ik denk dat we daar veel kunnen uitwisselen, Suriname, Tropenbos Suriname ook. Ik denk ook de hele ervaring die eigenlijk zowel de inheemse als de Maroon samenleving in Colombia en Suriname hebben veel overeenkomsten. Ik denk dat ze via ons ook een goede brug kunnen leggen om daar veel uitwisselingen te kunnen regelen. Dus ik denk dat we erg veel dingen hebben om te delen. Maar wij hebben zelf dus erg veel ervaring met trainingen in interculturele contexten. Dus waar mensen van verschillende culturele achtergronden aanwezig zijn en meedoen. Dus dat is een denk ik iets wat we Suriname... Tropenbos Suriname bij kunnen begeleiden. We hebben heel veel participatieve methodologieën waarmee we misschien ook van steun kunnen zijn, eventueel. En we hebben heel veel ervaring met het erkennen en het zichtbaar maken van de lokale kennis. Dat is ook een heel sterk punt van Tropenbos Colombia. Mevrouw Clara, bedankt voor dit moment. Heel hartelijk bedankt voor het gesprek.